Welkom aan alle deelnemers van deze deelsessie. Mijn naam is Karel van Eert. Ik ben burgemeester van de gemeente Rheden, maar ook Global Goal ambassadeur voor de provincie Gelderland en moderator van deze sessie. En ik moet u nog even officieel melden dat ook de sessie wordt opgenomen. Dat staat ook in de uitnodiging, maar dan bent u zich daar nog even van bewust. De relevantie van het thema van deze sessie, duurzaam sociaal-economisch herstel en de koppeling aan grote gemeentelijke opgaven, lijkt mij evident. Iedereen kent de druk op ondernemers, de dreigende of manifeste gevolgen voor winkelstraten, binnensteden en de groeiende ongelijkheid. Als overheid geven we enorm veel geld uit om deze schade te beperken. Het legt dan ook een hypotheek op de toekomst. Hoe zorgen we dan dat de andere grote opgaven niet het kind van de rekening worden? En dan denk ik aan de energietransitie, de woningbouwopgave, het realiseren van waardig werk voor iedereen, de omschakeling naar circulariteit enzovoorts. Kortom, hoe koppelen we het werken aan een herstel aan een aantal andere global goals? Begrippen als groen herstel, building back better en dergelijke worden breed omarmd. Maar tegelijkertijd is voor velen het niet gemakkelijk hoe je nou precies die koppeling aanpakt. Daarom is het mooi dat we vandaag in ieder geval twee concrete acties kunnen presenteren. In eerste instantie de City Deal Impact ondernemen. En u hoorde daar al eventjes een reflectie op van onze staatssecretaris Mona Keijzer in het plenaire gedeelte. Daar gaan we in deze sessie in eerste instantie wat verder op in. Een aantal mensen heeft daartoe een bijdrage voorbereid. Ik noem ze even. Dat is allereerst Willemien Vreugdehil, projectleider voor de City Deal Impact ondernemen. En zij gaat zo in gesprek met Frank Reniers. Hij is programmamanager Agenda Stad. Maarten van Viersen, wethouder in Apeldoorn. Kees Klomp, lector betekeniseconomie aan de Hogeschool Rotterdam. Stefan Panhuizen als directeur van Social Enterprise NL. En Ellen Oetelmans, programmamanager maatschappelijk ondernemen van de gemeente Amsterdam. Dan gaan we, nadat we die City Deal Impact ondernemen onder de loep hebben genomen, naar de aanpak van duurzaam sociaal-economisch herstel en de rol van gemeenten daarin. Arjan Hassing zal iets vertellen over de Donut Amsterdam. En dat zal hij kort doen, terwijl er heel veel meer over te zeggen valt. En ik zal in gesprek gaan met Bart Zwanenvleugel van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur. En met Jeroen Visser van de SER, die in de SER Denktank, waar ook de VNG in deelneemt, ook over dit onderwerp zich daar heel nadrukkelijk mee bezighoudt. Er is een chatfunctie, maar gezien de tijdsdruk wil ik u vragen, als u een vraag heeft, stel hem gerust. Koppel hem ook even aan het begrip vraag. Dan zal in ieder geval vanuit de VNG gekeken worden of die vragen mogelijk wel een plekje kunnen krijgen in het gesprek wat wij hebben. Maar anders wordt uw vraag hoe dan ook doorgeleid naar degene aan wie u die stelt. En komt er op een andere manier ook een antwoord op uw vraag. Daarnaast kunt u natuurlijk ook andere dingen in de chat zetten, zodat u elkaar kunt informeren. Ik geef met groot plezier het woord aan Willemien Vreugdehil. En ik vraag haar over het onderwerp City Deal Impact ondernemen ons nu verder mee te nemen. Willemien. Dankjewel, Carol. Op deze stormachtige dag, waar we bij de SDG Meetup zitten, en niet toevallig precies de doelen waar impact ondernemingen een grote bijdrage aan leveren. Ook dank Mona Keijzer. Het is enorm bemoedigend dat het ministerie van EZK samen met het ministerie van SZW en BZK zit achter deze schuilt. Juist nu ook die wetsconsultatie van de BVM loopt, de maatschappelijke onderneming, en de pilot vanuit het ministerie van Sociale Zaken voor het Sociaal Innovatiefonds. Een fonds wat werkgevers moet gaan helpen om een inclusief personeelsbestand te krijgen. En daar waar er een onrendabele top is, wil het ministerie die helpen dichten. En op het moment dat er een nieuw Rijksinkoopprogramma is gestart, ook onder andere door het ministerie van INW en het Circulair Versnellingshuis in samenwerking met anderen, waar maatschappelijk verantwoord inkopen de norm is. Maar voordat we verder praten met
Maarten en Stefan, Frank, Ellen en Kees wil ik heel graag de namen noemen van Seda Durol, Louise van der Aert, Maria Kapteins, Jorien Campagne, Sabine Gietema, Mirjam Fokkema en Farida Polsbroek. Zonder hen was deze deal niet tot stand gekomen. Zij waren de onmisbare motor in het motorboek. In een eenzame tijd, waarin meer dan een derde van de mensheid in lockdown leefde, hebben zij mede veroorzaakt dat 80 partijen elkaar vanuit hun woonkamers, slaapkamers en keukens digitaal vonden in dit grote verlangen. Het bouwen aan een landelijk impact ecosysteem. Een impact ondernemen is niet alleen belang hebben of de belangen dienen van de stakeholders of de aandeelhouders, maar ook van leveranciers, werknemers, de omgeving en de natuur. Het is het helpen nadenken over een coöperatieve vorm van kapitalisme, waar niet alleen economische, maar ook maatschappelijke en ecologische waarden worden opgeleverd. En het is juist nu de kans om een diepgewortelde ongelijkheid die de coronapandemie heeft blootgelegd en die verergerd is aan door de platformeconomie, rechten van arbeiders die sterk verslechterd zijn, dat we die actief kunnen gaan aanpakken. En het is juist nu de kans om met de verkiezingen de prioriteiten binnen wetgeving en financiering te verschuiven. En dat is een complexe activiteit. Daar hebben we veel en belangrijke partijen voor nodig die zich in deze citydeal met elkaar verenigen. De aanwezigheid van banken, hogescholen, universiteiten, overheden en impactondernemers en hun netwerken en vele anderen gaan deze verandering mogelijk maken. En hiervoor wil ik eerst als eerste met Frank Reniers kort spreken over waarom een citydeal hiertoe kan bijdragen. Frank. Ja, leuk. Dankjewel, Willemien. Dit is een heugelijke dag. Het is onze 27e citydeal, maar wat ik vooral heel bijzonder vind, is een onderwerp waar we al heel lang over praten. Ik weet nog heel goed een bepaalde charismatische en bevlogen wethouder uit Ede vertelde mij ooit over het vijfvingerbeleid wat zij toepaste om sociaal ondernemers te ondersteunen. Een vijfvingerbeleid, ik wist eerst niet wat het was, maar dat is eigenlijk het door de vingers zien van een aantal dingen die eigenlijk fout gaan, maar vanuit de wens om dit soort ondernemers te ondersteunen, het toch moet gebeuren. En dat moet en kan beter in Nederland. Dus dat zei Mona Keijzer net ook al in haar speech. En dat gaan we de komende jaren met deze citydeal gewoon doen. Dus we gaan nieuwe oplossingen zoeken, we gaan nieuw beleid maken en we gaan juist niet allemaal vanuit onze eigen koker, want dat doen citydeals, die kijken, maar wat is het vraagstuk? Steden hebben een vraagstuk, die komen bij ons met een probleem of met een kans. In dit geval is het een beetje een probleem, maar ook vooral een grote kans, want we zijn hier met elkaar op de Global Meetup voor de Social, op de SDGs. En we willen niet alleen economisch krachtige steden, maar we willen ook sociale steden. En inclusieve steden. En deze citydeal gaat daar aan bij helpen. Dus je noemde net al een aantal voorbeelden van initiatieven die bij verschillende ministeries lopen. Die gaan vaak nog langs elkaar heen. En in deze citydeal gaan we zowel de ministeries binden, maar ook een aantal grote steden en kleinere steden, maar ook inderdaad kennisinstellingen, bedrijfsleven, banken zelfs. Want dat hebben we nodig om uit deze coronacrisis te komen. Ja, dankjewel Frank. Ja, Carol zei het net ook al. Het gaat ook heel erg over de vraag, hoe gaan we dat mogelijk maken? En Maarten van Vierse, wethouder uit Apeldoorn. Jouw gemeente doet mee. Wat gaat jouw gemeente mede doen om dit mogelijk te maken? Dan ga ik kijken of Stefan Panhuizen inmiddels in staat is om te woord te staan. Stefan, jij bent van Social Enterprise NL. Kan jij ons meenemen in wat de netwerken gaan betekenen in deze citydeal? Ja, even kijken, de citydeal impact ondernemen. Nou ja, misschien ook nog even ook vanuit Social Enterprise NL. Dank voor het mooie werk dat dit nu toch in stand is gekomen. Volgens mij is er al in 2015 of 2016 zijn al een keer de eerste ideeën voor een citydeal rondom dit thema besproken. En nu is het zover, nu is het momentum daar. Dat had zeker niet gekund zonder het harde werk van het kernteam. Maar ook zeker, denk ik, die inderdaad
inspirerende voormalig wethouder uit de gemeente Ede, Willemien. Dus alle credits naar jou om dit, dit rond te krijgen. En ik ben, ja, ik ben erg blij dat we vanuit Social Enterprise NL en eigenlijk ja, al die andere regionale, lokale netwerken van impactondernemers die we de afgelopen jaren hebben zien opkomen van nou ja, Impact Noord, Impact Oost, maar ook op stadsniveau, Stadsgarage Haarlem, Social Club Den Haag. Ja, die, al die netwerken weten, staan in heel goed contact met de ondernemers waar we het over hebben. En die weten heel goed waar die ondernemers ook behoefte aan hebben. Waar ze tegenaan lopen als het dan gaat om financiering of als het gaat om relaties met de overheden of vraagstukken rondom, rondom impactmeting. Daar wordt ook al heel veel op georganiseerd door al deze netwerken. Maar het is natuurlijk een enorme winst te behalen als je veel meer kennis gaat uitwisselen, van elkaar gaat leren. Daar de ruimte voor krijgt. Misschien wel nieuwe programma's ontwikkelen. Bestaande programma's opschalen. Dus ja, ik denk echt dat het, ja, dat het hartstikke fijn is dat nou ja, de lokale netwerken en dan nou, vanuit Social Enterprise NL en Impact Noord mogen we dan het spoor 2 trekken. Ja, dat we op die manier ervoor kunnen zorgen dat, dat wat er in deze City Deal gebeurt, dat dat ook echt ten goede komt aan, aan impactondernemers en daarmee aan onze aan onze maatschappij. Dus ik zie dat Willemien nog even druk aan het bellen is. Dus ik wil de tijd nog wel even verder praten hoor. Maar ik denk, dat ik echt een mooie stap. En het past ook heel goed bij de ambities van de staatssecretaris. Hè, Mona Keizer. Van, ook nu zegt, vanuit het Rijk gaan we in actie komen. Hopelijk wordt het allemaal voortgezet. Als we zo meteen een nieuw kabinet krijgen. Of nou, laat ik het anders zeggen. Ja, dan is dit een thema wat je niet kan negeren. Welk kabinet we ook krijgen, dat doet er dan eigenlijk bij wijze van spreken geen eens toe. Dit thema, impact ondernemen, maatschappelijk onderneming, sociaal ondernemen, staat op de kaart, gaat niet meer weg. En gaan we de komende jaren met veel enthousiasme mee aan de slag. Ja, nee, want daar kan ik nog wat aan toevoegen, Stefan. Want het staat nu gewoon ook in de Kamerbrief van EZK die dit aankondigt. En er is hier ook de Kamermeerderheid voor. Dus je kan eigenlijk wel vanuit gaan dat als we op zo'n korte termijn zullen we nooit een deal tekenen als we niet het gevoel hebben dat daar een breder draagvlak van is. Maar er zijn dus in ieder geval al 3 ministeries actief en ook uitvoeringsorganisaties van nog INW bij betrokken. Dus we gaan ervan uit dat dit inderdaad gewoon een mooie plek krijgt in een volgend kabinet ook. Dat is goed te horen, Frank. Dankjewel. Willemien, wellicht dat zo ook de video start. Hè, dan, maar ik heb ook even door de City Deal gekeken. Ik weet niet of je dat überhaupt nog zelf gaat zeggen. Maar ik las ook dat het ook voor nieuwe partijen om toe te treden daar mogelijkheden voor. Zou je daar nog iets over kunnen zeggen? Of zit dat nog wat later in je verhaal? Nee, zeker, Karel. Dat is heel goed dat jij daar nu over begint. Want het is zeker mogelijk om aan te sluiten. Er zijn nu 80 partijen die zich hebben gecommitteerd aan deze deal. En wij willen heel graag verderop in 2021 nog een nieuw tekenmoment organiseren. En er zijn al diverse gemeenten en andere partijen die hebben aangegeven daar ook aan deel te willen nemen. En daarvoor kun je je aanmelden bij mij. Ik zal straks ook even in de chat mijn mailadres zetten. Wat we nu gaan doen is dat we op 3 belangrijke sporen aan het werk gaan. Stefan die wordt samen met Jan-Willem Mennekes van Impact Noord de trekker op het onderwerp netwerken. En die verbinden ook met onder andere de Kamer van Koophandel en de RVO. Om het de wetenschap over sociaal ondernemen veel breder te gaan verspreiden in het bedrijfsleven. Daarnaast hebben we de gemeente Apeldoorn en Deloitte onder andere en het ministerie die gaan werken aan een makelaar met mandaatteam, waarbij binnen gemeentes de dienstverlening voor deze impactondernemers integraler wordt. Want als ze pech hebben, kunnen ze soms langs 7, 8 verschillende afdelingen worden getrokken. Omdat het verspreid zit over al die verschillende afdelingen. En aan het eind hebben ze vooral heel veel stress, maar niet heel veel bereikt. Dus om die integraliteit te bevorderen, wordt dus op 1 spoor hard samengewerkt. En er is een financieel spoor, waarbij we met de banken en met fondsen en filantropieorganisaties nadenken over hoe kunnen we impact meer financierbaar maken. Je ziet dat Basel 4 afspraken heel erg gebaseerd zijn op hoog rendement en korte termijn.
Terwijl juist impact maken vraagt om een lange termijn en ook het financieren van cashflow en niet alleen maar onderpand en bezit. Dus het is ook een enorme uitdaging om dat met elkaar voor elkaar te krijgen. Dat is wat we met de City Deal gaan oppakken en die aanmelding kan ook. Ik ga nog even opnieuw aan de technische dienst vragen of het mogelijk is om een filmpje in te starten. Vandaag ondertekenen wij de City Deal Impact Ondernemen. Dat is ondernemen met oog voor mens en maatschappij. Ondernemen met een maatschappelijk verantwoorde balans tussen economie en milieu. En dat gaat verder dan enkel financiële gezondheid. Duurzaamheid, circulariteit en inclusiviteit dragen bij aan innovatie en resultaat. En nieuwe vormen van financiering, zoals het Sociaal Innovatiefonds, zijn belangrijk voor duurzamer en meer verantwoord ondernemen. Het bewustzijn om op duurzame en maatschappelijk verantwoorde manier te ondernemen groeit. Waar impact ondernemen eerder was voorbehouden aan een kleine groep ondernemers, groeit het enthousiasme en de beweging nu gestaag. Met de City Deal Impact Ondernemen willen we barrières wegnemen en kansen vergroten. En onze kijk op economie veranderen. Een economie waarin het ook gaat om vooruitgang, welzijn en het oplossen van maatschappelijke problemen in plaats van dienstmaximalisatie als een doel op zich. Met de City Deal brengen we het impact-ecosysteem stap dichterbij. Daarvoor hebben we iedereen nodig. Overheden, kennispartners en ondernemers. Groot en klein. Door zij aan zij op te trekken en van elkaar te leren. Door kennis en voorbeelden met elkaar te delen. En aan te sluiten bij bestaande initiatieven. Hierbij geven we uitvoering aan de Kamerbrief van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Met deze City Deal werken we samen aan een duurzamer Nederland. En natuurlijk doet het Rijk daaraan mee. Nou, dat was in ieder geval één ding om met elkaar gezien te hebben. Maar ik heb nog wel een vraag, Willemien, die ik aan jou zou willen stellen. Want ik heb niet alleen in het filmpje, maar ook in het document en ook in wat ik daar natuurlijk al eerder op allerlei manieren over heb horen langskomen over deze City Deal. Ik ben er gewoon trots op dat we met zoveel partijen in staat zijn geweest om zo'n fantastische stap te maken om ook naar maatschappelijk verantwoord ondernemen te kijken. Ik ben ook altijd benieuwd, en dat kwam in het plenaire deel ook al even naar voren, wat Robine Buijs zei, dat je soms heel goed lokaal moet kunnen uitleggen waarom je met de Global Goals meedoet, waarom dat maatschappelijk ondernemen, die duurzaamheid zo belangrijk is. Heb je ook als voormalig lokaal bestuurder een gevoel wat ook zeg maar onze inwoners zouden kunnen gaan merken van deze veranderingen die we op deze manier met elkaar in beweging aan het maken zijn? Ja, juist bij uitstek, Carol. Ik denk dat zeg maar met name het dienen van de gemeenschap, dus ook het herstellen van de gemeenschap. Jij zei net terecht in jouw introductie dat door de coronacrisis zijn natuurlijk ontzettende noodlijdende ondernemingen in onze winkelstraten hebben. Maar precies die winkelstraten zijn ook de plek waar onze inwoners elkaar ontmoeten en waar ze elkaar vinden. Dus het ondersteunen ook uiteindelijk van het behoud van je lokale infrastructuur met winkels, bibliotheken, buurthuizen, waar helaas de afgelopen jaren natuurlijk verschrikkelijk veel ook vaak op is bezuinigd, is ontzettend belangrijk. En daar kunnen ook de impact op de sociale ondernemers een ongelooflijk belangrijke invulling aan gaan geven. Daarom zijn we ook bijvoorbeeld heel blij met de deelname van het landelijke netwerk voor actieve bewoners, die via bewonersbedrijven ook deelnemen aan deze City Deal. Zodat mensen echt ook het heft in eigen hand kunnen nemen en er een invulling aan kunnen geven in hun eigen gemeenschappen. Wat gemeenten verder bijvoorbeeld heel erg kunnen doen, ik heb als wethouder natuurinclusief ontwerpen geïntroduceerd. Dus bij stedenbouw heb je niet alleen maar stedenbouwkundigen nodig, maar bijvoorbeeld ook ecologen die goed gaan kijken op wat voor een type grond of wat voor een omgeving worden zaken gemaakt. En kun je daar ook rekening houden met de natuur.
Hetzelfde kun je in je vergunningenbeleid laten terugkeren. Hè? Van geef je vergunningen af aan bedrijven die ook in staat zijn en bereid zijn om bijdragen te leveren aan die global goals of aan de vertaling daarvan. Dus maatschappelijke prestatieindicatoren toevoegen aan bouwbedrijven of mensen die met vastgoed aan de gang zijn. Of bijvoorbeeld maatschappelijk verantwoord grondbeleid, waarin je niet meer op gecommercialiseerde pachtprijzen per jaar gaat zitten, maar op langdurige pachtuitgiften waarbij de biodiversiteit en de bodem veel meer aandacht kan krijgen en mensen geholpen wordt om daarin te investeren. Er zijn ontzettend veel mogelijkheden om in je subsidiebeleid of in je inkoopbeleid er invulling aan te geven. En wat we merken is dat er veelal een grote Bermuda-driehoek actief is tussen beleid en uitvoering in gemeenten. Dus de kunst is om nu tussen het beleid en de uitvoering de vertaalslag te maken, met ook de hulp van de kennis van de partners in deze deal, dat je de vraag hoe doe je dit echt goed met elkaar kunt gaan beantwoorden. Oké. Nou ja, ik herken ook jouw enthousiasme en nou, dat uitzicht ook wel weer in de manier waarop dit is gebeurd. Je hebt natuurlijk ook bij het realiseren van deze deal, als je ook straks aan het eind van het filmpje zag hoeveel partijen, het publiek, privaat, er allemaal al bij betrokken zijn, ook een enorme verbinding kunnen creëren. En dat is natuurlijk iets waar we in de komende tijd, we praten allemaal over de triple helix en over dat we niet alleen vanuit het overheidsperspectief moeten kijken. Dat moet ook nog, denk ik, een extra inspiratie zijn geweest. Ja, zeker. Als ik zie, en dat zei ik net ook al even in het begin, als ik zie dat eigenlijk in de meest eenzame tijd waar wij allemaal doorheen gaan, waarin wij tegen schermpjes met elkaar aan het praten zijn, er zo verschrikkelijk veel partijen zijn die vanuit hun keukens, woonkamers, slaapkamers zich heel erg verbonden voelen met het verlangen naar die nieuwe betekenis-economie, om daar een actieve bijdrage aan te leveren. Waarbij we ook heel nadrukkelijk de brug willen bouwen tussen zeg maar de mensen van het eerste uur, de sociale ondernemers van het eerste uur en het bredere bedrijfsleven, om echt de handen uit te strekken, ook juist naar dat bredere bedrijfsleven, om te helpen na te denken over impact maken. En dat kan al heel eenvoudig, hè? Dus door de vraag te stellen, hoe ga ik eigenlijk met mijn werknemers om? Welk personeelsbestand heb ik? Kan ik daar bijvoorbeeld mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan toevoegen? Hoe ga ik met mijn leveranciers om? Wie leveren er aan mijn organisatie of gemeente? En als publieke overheid is het denk ik heel belangrijk. Spendeer ik daadwerkelijk mijn publieke middelen in de groene economie? Of in de duurzame economie? Of in de gemeenschapsvorming die we nodig hebben? Als ik van de week kijk naar een bericht over de coronamiddelen die grotendeels helaas nog zijn besteed in de grijze economie, dan denk ik, kom op mensen, dit moet echt anders. Wij moeten dit echt anders gaan doen. Ja, nou ik hoop dat jij en alle mensen die met jou samen aan de uitwerking van de deal gaan werken, het ongelooflijk druk krijgen de komende tijd. Ik vind het overigens ook eigenlijk wel fantastisch om te zien dat we natuurlijk allemaal ook behoorlijk zijn teruggeworpen in het afgelopen jaar door alle maatregelen rondom corona. Dat je toch ook in staat bent om te zien dat we hele mooie, vernieuwende en maatschappijrelevante dingen wel hebben kunnen oppakken en kunnen doorontwikkelen. En daarmee wil ik dit onderwerp gaan afronden. En in jou, Willemien, alle mensen die hier hard aan gewerkt hebben, heel hartelijk bedanken. En we zullen ook zorgen dat alle vragen of opmerkingen die in de chat zijn gekomen, dat die bij jullie terechtkomen, zodat je ook op die manier de verbinding ook na deze sessie met deze mensen kunt blijven behouden. Dank nogmaals. Ja, je wilde nog graag wat gedaan. Ja, ik zou nog willen zeggen, de video's die we hebben, die gaan wij delen. Dus die kun je allemaal ook op je social media delen. En ik zou inderdaad willen afsluiten met een vertaling van het woord hoop. Dat Micha de Winter ooit heeft gemaakt. Hij zei, hoop staat voor de H voor handelingsperspectieven geven, de O voor optimisme uitleven, de O voor ongefundeerde oordelen doorbreken en de P voor meeparticiperen. Dus laten we van consumenten burgers worden en meebouwen aan de wereld van vandaag en morgen. Nou, daar ga ik niets meer aan toevoegen. Een mooie afsluiting had ik me niet kunnen voorstellen. Dankjewel Willemien en succes Met het vervolg. Dankjewel. Een van de mensen waar Willemien ook even mee had willen spreken was Ellen Oetelmans uit Amsterdam.
Dat is op dat moment niet gelukt. Nou blijven we toch even in Amsterdam. En ga ik kijken of ik Arjen Hassing in beeld kan krijgen. Daar is die. Dankjewel Arjen, van harte welkom. En ik zou jou willen vragen of je wat wilt vertellen over hoe Amsterdam invulling heeft gegeven en geeft aan het concept van de donut-economie. Aan jou het woord. Ja, veel dank. En heel veel dank ook dat wij als Amsterdam hier iets mogen vertellen over de toepassing van de donut in onze circulaire strategie. Volgende slide. Ja, nou, ik begin eventjes met de opdracht van het College van Amsterdam. Een jaar of 3 geleden alweer bijna. In Amsterdam zit een heel groen en links college. Gaven aan, we hebben stevige groene en circulaire ambities. We zijn al een aantal jaar bezig met het experimenteren en het leren over circulaire economie via verschillende programma's. Maar nu is het echt tijd voor een volgende stap. We willen voorbij het materiaal, we willen meer naar sociaal en inclusief. En niet alleen focussen op hier, maar ook gevolgen elders. Dus elders op het gebied van ecologie, op het gebied van sociaal. En ja, we willen de opgave ook echt verbinden aan de planetaire grenzen. En zo kwamen wij op de donut terecht. Volgende slide. Nou, uiteindelijk is de missie van Amsterdam geworden een bloeiende en rechtvaardige stad. In deze stad willen we voor iedereen een goed leven garanderen binnen de natuurlijke grenzen van de aarde. En net als in de rest van Nederland als geheel willen we in 2050 daarom een volledig circulaire stad zijn. Volgende slide. Ja, hier zien we dus donut van Kate Raworth. Misschien veel van jullie wel bekend. Aan de rechterkant hebben we die toegepast op stadsniveau. De SDGs, zoals Kate Raworth dat zelf ook aangeeft, die zijn eigenlijk in de binnenring van de donut verwerkt. Dus de Social Foundation. En daarnaast heeft ze die gecombineerd met een theorie over planetaire grenzen aan de buitenring. En de groene donut die dan ontstaat, precies in die balans daar in het midden is, wat zijn de Safe and Just Space for Humanity. En heel mooi ook om die koppeling te maken met impact ondernemerschap, is dat Kate Raworth zegt, we moeten dus op een nieuwe manier kijken naar groei en naar waardecreatie. En wat daarvoor nodig is, is we moeten als een malle gaan innoveren. En daar komen impact ondernemers, maar ook bedrijven die gaan impact ondernemen. En die komen daar om de hoek. Volgende slide. Nou, hoe passen wij die donut als Amsterdam toe? Eigenlijk op 2 manieren. Op een iets abstracter niveau als alomvattend raamwerk in het denken. Dus hoe zorgen wij dat we een thriving city bouwen terwijl we binnen die planetaire grenzen blijven. Maar ook door elke keer die verschillende donut elementen bij de initiatie of uitvoering van een project of van bijvoorbeeld de gebiedsontwikkeling of bij het opzetten van een monitor aan elkaar. Volgende slide. Nou, dat heeft toegeleid dat we vorig jaar, precies een jaar geleden, in mei vorig jaar, heeft onze raad onze circulaire strategie vastgesteld. En hebben we ook als eerste donutportret aan de wereld laten zien. En die zien we hier. En die zien we op basis van de op dat moment beschikbare data. We zijn met het model aan het doorontwikkelen. Zien we hoe Amsterdam scoort op de donut. Nou, het is duidelijk dat er een sprake is van een behoorlijke overschrijding op veel van de planetaire elementen. Volgende slide. Maar we hebben ook gekeken dus naar hoe zit het dan met het effect van wat we in Amsterdam doen en consumeren op het well-being van mensen wereldwijd. Dus we kijken naar lokaal, globaal en sociaal-ecologisch de verschillende dimensies van de donut. Volgende slide. En ik ga nu even een paar korte voorbeelden geven en dan ben ik klaar over van hoe dit dan geconcretiseerd was. In de stad. We hebben nog veel meer. We hebben een innovatieprogramma met meer dan 200 projecten, maar dit zijn enkele voorbeelden. Hier zien we bijvoorbeeld onze circulaire stedelijke materialenmonitor die we op dit moment ontwikkelen zijn naast dat stadsportret, waarbij we dus kijken van de materialen die welke materialen consumeert de stad, wat gaat erin, erdoor en eruit, en wat zijn de milieueffecten van die materialen, dus ook CO2, maar ook alle andere milieueffecten, bijvoorbeeld met behulp van LCA. Volgende slide. Dit is een voorbeeld van een project dat nu loopt, Arena Poort. En daar wordt als gebied wordt dat ingezet als Living Lab voor de donut-economie. Er wordt ook weer naar al die elementen gekeken in de doorontwikkeling van het gebied. Volgende slide.
Dit is een voorbeeld van een donutproject dat in corona op stellensprong is opgezet, waarbij we mensen, kwetsbare Amsterdammers die alleen thuis kwamen te zitten, hebben voorzien van gratis laptops met gratis internet. En we hebben daarbij gekeken hoe kunnen we dan ook materiaal zoveel mogelijk hergebruiken. Dus we hebben refurbished laptops daarvoor gebruikt die ook in een fabriek zijn gerefurbished waar mensen werken met afstand tot de arbeidsmarkt. Dus hebben we dus ook weer geprobeerd al die verschillende donut elementen te combineren in het project. Volgende slide. Nou, dit is nog een beetje een theoretisch verhaal. Ik noemde het net al even. De donut en de SDGs zijn cousin concepts. Ze vullen elkaar fantastisch aan door die verschillende, dus die binnenkant van de donut en de buitenkant te combineren. Dit hebben we eigenlijk net al gezegd. Dus dank voor de aandacht. Meer informatie op amsterdam.nl/circulair. En vanmiddag in de tweede deelsessie is er ruimte voor meer tijd. Ik had nu maar een paar minuutjes. En zijn er nog wel meer voorbeelden en kan ik nog wel meer informatie geven. En zal ik ook vertellen over, want dit is natuurlijk niet tot stand gekomen door ons als gemeente alleen, maar met superveel partners in de stad, met ondernemers, met Amsterdammers. Daar zal ik vanmiddag nog wat meer over vertellen. Dank je voor zover, Arjen. We hebben wel tijd wellicht om een enkele vraag aan jou te stellen. Ik weet niet of er via Arthur een concrete vraag is, anders... Annelies geeft aan, Amsterdam heeft een grote afdeling MVI, jaloersmakend. Ik weet niet of Annelies daar een vraag achteraan heeft. Ik heb een tijdje geleden, ik ben van Haagse Zwam. En ik heb een tijdje geleden, een paar jaar geleden, de hele maatschappelijk verantwoorde inkoop van Amsterdam op bezoek gehad. En die waren toen al, dus ik bevestig eigenlijk wat Arjen daarmee zegt. Het was geen vraag, maar het was een bevestiging dat ze echt hun maatschappelijke verantwoording ook daadwerkelijk doen. Dus het was meer een toevoeging. Dankjewel. Nou, in het verlengde daarvan heb ik nog wel een vraag aan Arjen, want hoe goed je dat ook intern natuurlijk allemaal op een rij hebt en voor elkaar hebt en ook geïmplementeerd hebt in je eigen organisatie. En je wilt dan uiteindelijk in 2050 volledig circulair zijn. Kun je dat nou als stad zelf of heb je daar ook nog anderen voor nodig? Ik denk misschien aan de Rijksoverheid, maar misschien ook aan hele andere partijen. Kun je daar iets over zeggen? Absoluut, ja. Dat kunnen wij absoluut niet alleen zelf. Je ziet alleen bijvoorbeeld al eigenlijk alles, alle instrumenten die we hebben, moeten we eigenlijk in gezamenlijkheid uitvoeren met andere partners. Als je bijvoorbeeld kijkt naar andere gemeenten, we werken samen in metropoolregio Amsterdam-verband, waar we zoveel mogelijk bijvoorbeeld inkoopcriteria proberen te standaardiseren. Ook de indicatoren, circulaire indicatoren bijvoorbeeld, zodat we dezelfde dingen aan de markt vragen en ook massa kunnen maken. Maar we merken ook dat we dat een aantal grote systeemknoppen, waar nog aan gedraaid moet worden om die transitie te versnellen, dat die niet binnen onze gemeentelijke bevoegdheid liggen. En het ligt bijvoorbeeld op rijksniveau of op Europees niveau. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat als overheden ook, als verschillende lagen als overheden, gewoon nog veel meer gaan samenwerken om te zorgen dat die knoppen in dat systeem goed komen te staan. Dus ontzettend belangrijk. En we zien ook bij circulair dat grondstoffenstromen natuurlijk lang niet allemaal lokaal lopen. Juist niet, allemaal verschillende schaalgrootte hebben. Dus juist belangrijk om ook vanuit die grondstoffenstromen heel goed te kijken met welke partners samen te werken. Oké, nou het is fijn dat jullie in ieder geval ook in de City Deal deelnemen. Waarbij ook de uitwisseling van kennis en ook wellicht ook de rol voor de VNG, om dat namens meerdere gemeenten te doen, die we daar ook een plek in zouden kunnen geven. Ik wil je hartelijk danken en je gaat voor diegenen die daarin geïnteresseerd zijn in de loop van een andere sessie daar nog wat meer over vertellen. Dank voor dit moment. Dan gaan wij nu door naar de al eerder door mij aan u aangekondigde bijdrage van Bart Zwanenvleugel. Ik heb gezien dat hij inmiddels ook in onze vergadering is, namens de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur en Jeroen Visser namens de SER. En we willen vanuit die beide gremia wel horen hoe zij over dat duurzaam herstel denken. Ik ga eerst even naar Bart. De Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur bracht in juli 2020 een briefadvies uit. Die heette Groen uit de crisis. En uit die inleiding van destijds citeer ik: De duurzaamheidsdoelen waaraan ons land zich voor de coronacrisis heeft gecommitteerd,
bieden volgens de Raad houvast bij het nadenken over het revitaliseren van de economie. Het economisch herstelbeleid moet volgens de Raad waar mogelijk helpen om het verwezenlijken van deze duurzaamheidsdoelen te versnellen. Zeker is in elk geval dat het economisch herstelbeleid niet mag leiden tot minder duurzaamheid. Mag ik jou daar eens een reactie op vragen? Ja, dat mag. Dankjewel. Een reactie. Ik kan het wel toelichten. De RLI is adviseur van het kabinet in de Tweede Kamer. Hè. Dus wij geven onafhankelijke adviezen over alles wat de leefomgeving aangaat. En we adviseren veel op het gebied van duurzaamheid. We hebben in het advies wat werd uitgebracht eigenlijk net na de eerste coronagolf geconstateerd. Er moet een herstelbeleid komen op enig moment. En hoe doe je dat nou? Wat voor keuzes ga je er nou in maken? En die duurzaamheidsdoelen die we hebben gesteld als Nederland, hè, de klimaatdoelen, biodiversiteitsdoelen, die we ook hebben vastgelegd in allerlei verdragen en akkoorden, die zijn niet weg na corona. Dus daar zul je mee verder moeten, of daar zul je mee door moeten. En die bieden ook goede aanknopingspunten. En in ons advies zeggen we eigenlijk dat je moet kijken hoe je je korte termijn economisch herstel kunt verbinden met die lange termijn doelen. Dus hoe je eigenlijk werk met werk kan maken. Daarbij zeggen we, je kan bepaalde investeringen versnellen of intensiveren. Bijvoorbeeld isolatie aan woningen of het uitrollen van laadpalen. En voor dat soort investeringen hebben we een beoordelingskader aangereikt. Wat wel... behoorlijk ook samenhangt met die Global Goals. Daarnaast hebben we geconstateerd dat die coronacrisis leidt tot veranderingen in de samenleving. Dus we zien ander gedrag. Mensen die minder reizen, meer gaan fietsen, meer in de buitenlucht recreëren. En we zien ook veranderingen in de maatschappelijke norm. Dus we accepteren dat de capaciteit wordt beperkt. Of we krijgen meer oog voor hoe mondiale ketens in elkaar zitten en hoe dat eigenlijk uitwerkt op ons eigen dagelijks leven. En wij hebben gezegd, ja, grijp die veranderingen nou aan. Ook al weten we niet of ze blijvend zijn, maar grijp die nou aan om te kijken of je bepaalde investeringen die je gepland hebt ook kunt heroverwegen. Heb je bijvoorbeeld een nieuwe verbrede snelweg op dit moment nodig? Of zou je beter kunnen investeren in beheer en onderhoud? Of de enorme neergang van het toerisme met alle nadelige gevolgen van dien. Grijpt dat aan om strategisch na te denken over hoe je naar een toerisme kan komen dat eigenlijk een balans is met je leefomgeving. We hebben een hele reeks van dat soort voorbeelden en mogelijke investeringen in ons advies opgenomen. En daar een eenvoudig beoordelingskader voor aangereikt, waarin die korte termijn herstel en lange termijn duurzaamheidsdoelen met elkaar worden verbonden. Ja, en Bart, hoe belangrijk is als je nu vandaag ziet waar wij in VNG-verband over spreken, dus de ondertekening van de City Deal Impact ondernemen, maar bijvoorbeeld ook het voorbeeld van de Donut Economy in Amsterdam. Zijn dat ook voorbeelden die jullie voor ogen hebben, die ook zeg maar van onderop mee zouden moeten helpen aan dat beeld wat jullie ook als advies aan het kabinet geven? Ja, dat denk ik zeker. Je zegt het al, hè, wij zijn de adviseur van de Rijksoverheid. Maar dat neemt niet weg dat de dingen die wij zeggen ook relevant zijn en kunnen zijn voor anderen. En zeker als ik zie wat er op lokaal niveau gebeurt, dan loopt me daar soms misschien wel voor op wat op rijksniveau gebeurt. En ja, zeker het voorbeeld dat we net zagen van die donut-economie. Dat is een goede poging om die duurzaamheidsdoelen te verbinden aan je lokale economie. Ja, dankjewel. Ik richt me nu even tot Jeroen Visser. Ja.
Cheryl, de SEG leidt een denktank coronacrisis, waarin naast de sociale partners ook enkele andere partijen deelnemen, onder andere ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Ik ben ook wel benieuwd naar de inzichten van de denktank ten aanzien van dat duurzame sociaal-economisch herstel. Mag ik jou daar eens vragen jouw reflectie op te geven? Ja, dankjewel. Ik ben dus zelf werkzaam bij de SER. En onze voorzitter Mariette Hamer, die is daarnaast ook coördinator van de SDG8 Alliantie over eerlijk werk en economische groei. We zijn al langer met verschillende duurzaamheidsvraagstukken bezig. Maar eigenlijk direct na de start van de coronacrisis in maart vorig jaar zijn we begonnen met een denktank. Maar eigenlijk alle denkkrachten van allerlei instituten die we om ons heen al mee samenwerkten in verschillende trajecten om dat bij elkaar samen te brengen. Dus dat is de VNG, maar ook de RLI, waar je Bart zojuist al van hoorde, SCP, BRR, het Jongerenplatform, Onderwijsraad en de traditionele werkgevers- en werknemersorganisaties. We hebben inmiddels al een stuk of 10 adviezen uitgebracht, maar de eerste is eigenlijk begonnen met het denken over een herstelbeleid, want ja, die crisis, daar zitten we nu middenin. Hopelijk dat dat nog zo kort mogelijk duurt en dat kan tot de zomer ook zo zijn. Maar we moeten echt alvast nadenken over het vervolg. En daarin zie je dat ook het herstelbeleid heel sterk moet gefocust worden op de middellange en langere termijn. Daar waar het in vorige crisis echt totaal niet het geval was en meteen in een bezuinigingsmode zijn geschoten. Het is heel belangrijk dat dat ook werd herkend nu in verschillende verkiezingsprogramma's. Lange termijn doelen voor bijvoorbeeld energie en klimaat, gebouwde omgeving, grondstoffengebruik die circulair zou moeten worden. En wat ons betreft, dat is ook heel pregnant geworden, de getroffen groepen en sectoren en ondernemingen financieel steunen. En daarin zie je dat eigenlijk ook een aantal groepen hebben die in ons huidige stelsel gewoon niet worden ondersteund door een sociaal vangnet. We hebben echt goede steunmaatregelen. Die moeten we ook echt een tijdje vol zien te houden. Maar er zitten ook gaten in ons sociaal vangnet. En we hebben gezien dat niet alle partijen eigenlijk door die noodsteunmaatregelen overeind geholpen kunnen worden. Denk aan flexwerkers, veel jongeren. En zo zijn er meer mensen met een arbeidsbeperking die vaak op zo'n flexcontract zaten. Die zijn nu eigenlijk weer aan de zijlijn van de arbeidsmarkt komen te staan. Dus noodmaatregelen, heel belangrijk, maar heeft niet kunnen voorkomen dat gewoon plaatsvond. We denken richt je op herstel van de economie en de werkgelegenheid daarbij. Dat tot nu toe lukt dat nog enigszins, maar dat is we staan denk ik wel aan het begin van een werkloosheidsgolf. Grip op gezondheidszorg en verdienvermogen op langere termijn en sociale bescherming van de kwetsbare groepen en het tegengaan van kansenongelijkheid. Het laatste is sterk nu in de belangstelling gekomen. Dat is denk ik heel belangrijk. In Nederland doen we heel veel als het gaat om herverdeling, maar dat is heel vaak een soort van rondpompen van geld achteraf, terwijl je eigenlijk aan de voorkant dus preventief veel meer kan doen. En dan denk ik aan kinderopvang, kindvoorzieningen. En investeren in onderwijs. En ook die samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang. Daar kan echt wel ook nog een verbetering plaatsvinden. Ook daar hebben trouwens gemeenten best een belangrijke rol in te spelen. We denken ook. Nederland is wel een postzegel. We moeten ook heel veel in Europees verband samen oppakken. In die zin zie je dat ook voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemingen, dat daar ook Europees nu stappen worden gezet. Denk dan dat het nagaan van je hele keten, dat daar nu een voorstel ligt. Maar het is in ieder geval van belang om dat herstel aan de grote transities te verbinden. Denk ik sowieso aan de groene transitie, maar net zo goed de digitale transitie. Platformeconomie kwam al even aan de orde. We hebben ook een apart advies als SER weer over geschreven, maar daar zitten ook even die gaten in dat de sociale vangnetten, die zijn daar heel duidelijk ook aan bezig. En in relatie daartoe investeer je heel erg in onderwijs, wat nu heel erg gefocust is op het initieel onderwijs. En dat presteert Nederland best heel aardig in. Maar
ja, met het langer duren van loopbanen en het ouder worden van mensen heb je echt wel veel meer nodig voor leven lang ontwikkelen en van werk naar werk trajecten. En het leven lang ontwikkelen, dat staat in de kinderschoenen wel. Als ster hebben we daar weer een aanjaagteam voor geformeerd. En daar moet echt wel schep bovenop. Als het gaat om van werk naar werktrajecten, dan zie je dat die transities op zichzelf grote verschuivingen teweeg brengen die ook moeten volgen in werkgelegenheidsstappen. Mensen zijn niet allemaal gefaciliteerd om dat vanzelf te doen. Daar zijn werkgevers en werknemers zelf ook aan zet. Ja. We hebben trouwens... Ik ga je even onderbreken, Jeroen. Niet omdat ik dat graag wil, maar omdat we eigenlijk over anderhalve minuut alweer uit deze sessie worden gehaald. Dus ik ga nu toch proberen even een afronding te doen. Mag ik jou en Bart ook heel hartelijk danken. Mijn conclusie is dat we alle mensen die we vandaag aan het woord hebben gezien en alle partijen die daarachter aan betrokken zijn, het eigenlijk allemaal eens zijn over het feit dat we nu echt goed moeten nadenken over ons duurzame herstel, ook in de periode na corona. De VNG gaat ook een leerkring starten rond duurzaam economisch herstel, waarbij ook een verbinding zal worden gemaakt met de City Deal. En gemeenten zijn echt die willen aanhaken en geïnteresseerd zijn, kunnen dat via de chat kenbaar maken of anderzijds ook via de reguliere kanalen richting de VNG. Ik wil iedereen ongelooflijk bedanken. Ook het groot aantal mensen wat zich bij deze sessie heeft gemeld. En als het u net zo heeft geïnspireerd als dat het mij heeft gedaan, dan ga ik in ieder geval morgen ook weer in de contacten die ik in mijn eigen gemeente heb aan de slag om te kijken of we ook op dit aspect het herstel en vooral het nadenken over de periode, over onze sociaal-economische situatie na corona, meteen met mensen in gesprek om het enthousiasme van vandaag mee te nemen en verder uit te dragen. U wordt zometeen, als we hier afgesloten zijn, en dat is over 10 seconden, weer automatisch geleid naar het plenaire deel. Dank voor uw deelname en graag tot een volgende keer.